Alle scholen, horecagelegenheden en sportclubs zijn sinds zondagavond op slot. De maatregel wordt genomen om de uitbraak van het coronavirus verder tegen te gaan. De scholen en kinderopvang blijven in ieder geval gesloten tot 6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen. De maatregel gaat vandaag in, ook voor hogescholen en universiteiten. Ook sportclubs en seksclubs moeten tot 6 april de deuren sluiten. Sinds donderdag gelden beperkende maatregelen in heel Nederland. Toen maakte premier Rutte bekend dat bedrijven hun medewerkers zoveel mogelijk thuis moeten laten werken. En ook werd opgeroepen om sociale bijeenkomsten tot een minimum te beperken.